Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video. Jullie zullen bij jezelf denken, het is nu donker. Maar we zijn vergeten om een intro op te nemen voor de Big Bazaar. Omdat we zo hyped waren dat er al vuurwerk is. Dus bij deze. We gaan nu naar de Big Bazaar en jullie gaan shots zien dat we gaan kopen. En best wel veel gaan afsteken. En nog gezeik gaan krijgen. Ja, dat weten wij toevallig al. En dat gaan jullie zo zien in de vlog. Partypakketje. Niks nieuws op zich, man. Maar knetterballetjes. Oh, die, stopliggies. Oh man, ja, klopt. Ik ben helemaal vergeten. Die gingen raar, hè, vorige keer. Ja, man. Wat deed dit ook weer? Dat was een soort fluit of zo. Klopt. Hé, maar deze hebben ze ook weer. Ja. Die van E65. Oh, deze hebben ze ook. Met sterkte. Ja, die hebben wij nodig. Dadelijk als we deze afsteken. Die, hoe heet die? Flitsers. Mooi. Zullen we kartonnetje doen? Ja, ah, niet nu, man. Niet nu. Zo moet nagaan, hè. Hoeveel dat nog is. Ja, zeker. Dat is gewoon, maar ik zeg eerlijk, toch ga ik liever voor de Aldi dan deze, man. Zoals jullie net hebben kunnen zien, hebben we even leuke dingen geshopt. Mooi tassie hier. Er zijn geen nieuwe dingen, helaas. Ja, maar dat is wel weer jammer. We laten jullie inderdaad even precies zien wat we hebben. Je begint met grof geschut. Ja. Die zijn echt heel slecht. Zes stuks. Zelfs die ijsfonteinen zijn nog beter. Doe je deze? Maar goed, voor het idee. Oh, die zijn wel leuk. Die hebben we ook nog. Star Fountains. Ze zijn ongeveer even laat als vorig jaar. Hier hebben we het bonnetje voor de mensen die het niet geloven. Er zijn mensen die altijd denken dat we het gratis kregen. Nou, was het maar zo. Maar dat is niet het geval. Trapten ze niet in dit jaar. Nou, andere jaar ook niet hoor. Nee. Oh ja, grondbloemen. Twee Star Fountains. Pakjes. Deze weegt echt letterlijk vier keer zo zwaar als deze. Nou ja, mooi. Dat niet. En deze, die hebben we altijd ook bij stoken in, van dit soort pakjes. Die hebben we nog heel kost volgens mij 3 euro? 4 euro? Nee, bij elkaar. Of 1,65 per stuk. Oh ja, 1,65 per stuk. Voor ja. Twee van die pakjes. Dat is 3,30. Stelt geen pepernoot voor. We hebben ook niet heel veel gehaald, maar gewoon even leuk voor één video. Dan... Dan kunnen jullie... Ja, binnenkort gaan jullie nog veel meer zien in stoken in natuurlijk. Knetterlintje. Nog een knetterlintje. Kunnen niet ontbreken. Oh, okay. Oh, laat maar langer. Oh, die gaan af. Ja, pas op. Disco Fountain. FV3 Small. Ja, echt hè? Ieder jaar weer. Ja. En hier allemaal losse pakjes van die knetterballen. Maar die zijn ook echt allemaal uit elkaar gegaan, man. Hier ligt er ook eentje los in de tas. Ja, nou, maar in ieder geval twee van dit soort oude, vertrouwde pakjes van... En dit zijn die nieuwe zeker, hè? Volgens mij niet, man. Ik denk het wel. Ja. Ja, man, helaas. Helaas pindakaas. Vorig jaar nog niet, hè? Nee, vorig jaar was dat nog niet zo. Moet je nagaan als je die eigenlijk gewoon los in het zakje doet, hoe lullig dat eruit ziet, wat erin zit. Ja, je moet die van België hebben, man. Maar we gaan even stoken, man. Hier precies uitgestald wat we hebben. Mooi schema. Mooi schemetje. Voor fonteintjes komt mooi uit. Ja, dan gaan we laten. Niet te donker, niet wat te licht. Wat gaan we eerst doen? Zeg jij het maar. Ik zou zeggen, gaan we even groot beginnen. Groot beginnen. Oh ja, ik ga aansteken, die zal ik even jou geven. Dat is wel belangrijk. Dus je zet ze even daar mooi op de alle zes op een rijtje. Ja, of gewoon hier. Nee, je zet ze daar op een rijtje, dat is mooi, man. Stel het gereed voor. Toch halen we ze elk jaar maar weer. Ja, echt hè. Maar bij stoken in hebben ook heel veel mensen die fonteinen. Ja, klopt. Deze zie je heel veel. Maar echt, je kan nog beter die ijsfonteinen nemen. Ja. 3 voor een euro. Maar deze zijn ook wel... Kijk hoe... Hey, kijk, dit is een plastic buisje. Vorige keer was het niet, toch? Nee? Voor mij wel, man. Ik weet niet, man. Oh nee, niet plastic. Gek. Wistful. Even eentje doen? Ik zou zeggen, jongen, ga je gang. Tik erin. Oh. Kijk hier. Oh. Oh, oh. Nou. Die stellen niet op elkaar, zeg. Die gekke cracklingmijn leek het wel. Ja, dus kijk, ze zijn snel zo, klaar. Die had ik niet verwacht. Ja, maar van de Big Bazaar waren ze juist ziek, die fonteinen. Die wel mooi... Zo! Kipolla. Ik voel wel weer wat aankomen. Mooi. Ja. Vooral die fluitjes vinden die mensen niet leuk. Nee, ik denk het ook niet. Die is hoog, hè? Ja, man. Hier. Ik denk dat we de volgende keer even oordopjes in moeten doen. Heb je nog mee die andere? Nee. Hoor je dat gezeik van die mensen daar niet? Ja, die is wel mooi deze. Mooi. Ah, hij is nog best hoog, moet ik zeggen. Zeker. Oh, die ging ook lang. Ja, man. Volgende. Ja, zijn nog best ziek hoor. Klopt.
Never mind. Never twee mind. Tegelijk? Ja, joh. Oh. Kijk uit. Kijk uit. Geweldig. Hé, hey, die andere gaat niet. Oeh. Ja, hij staat niet goed aan, man. Huh? Oh, het hondje is wel pleiten. Snap je? Het volgende. We gaan een mooie... Even kijken wat zijn de discos. Ja man, die was het ja. Kijk naar uit jongen. Die, die knettert hè. Die helemaal knetten. Yep. Oh, oh nee. Mommy af. Wat is die? Oh, die zijn mooi, echt een drietvlammetje dit. Ja, echt een bam zo. Ja. Oh, ik zie ook. Ja, ik vind het wel lachen. Ja, we hebben er maar een paar gelukkig. Gelukkig. Ja, omdat ook bij wel leuk voor je ogen dit, als je dit s'nachts met de auto nieuw doet. Ja, we moeten zo meteen even heel veel doen, man. Van de hele pakkie. Ja. Uit! Ik heb een café standaard. We zetten hier ook nog 100 die aangaan. Ja, is goed. Geen probleem. Ja. Daar is het dus. We zijn niet af, met oud en nieuw hoor, niet nu. Hij hoort niet. Zeg is categorie 1. Van de Big Bazaar. Daar. Ja, oké. Dat is toch geweldig? Die was wel gaaf. Volgende stukje, want hier op deze locatie waren mensen aan het zeuren zoals jullie net zagen. Ja, geen probleem. Er ook nog even overheen. Ja, die politie kwam gewoon met een speaker gek uit de auto. Man. Je hoorde eerst die man, kan het niet ergens anders? Levensgevaarlijk. Deze zijn ook gewoon een stuk zachter, hè? Mooi. Ja, doe maar een paar hier ook, man. Knetterlinten. Of pas het politie die deze... We hebben mensen op de eerste rij. Zitten te kijken hier. Ja, dat boeit ze niet. Kijk hem af. Nee. Maar even serieus, die politie met die ja, speaker gek. Ik vond het wel echt geniaal. Jongen, maar waren we wat chillen? Kan het niet wat minder. Dan zie je ineens zwijnlichtje op de achtergrond. Maar waren we wat... kunnen zien op beeld, als het goed is. Ja, maar waren wel chillen agenten, hè? Ja. Hij zei alleen maar... Hij dacht dat we normaal vuurwerk afstaken. En dat boeide ze ook schijnbaar niet. Mooi. Gewoon even één pakje van deze even... Even gek doen. Ja, is goed man. Doe maar. Je hebt het toch niet betaald. Dat heb ik. Hij is naar binnen. Hij is zo goed. Hij... Yes. Hij is zo goed. Hij is zo het volgende geschut. Kijken jongens, wat paar C6'jes in de building. Dat hebben wij nog meer. Kom even hier naartoe man. Ik zou zeggen, we gaan even een pakketje openmaken. Oh ja. Die hebben we ook nog, dat is helemaal vergeten. Het pakketje der pakketjes. Ja. Zijn lief is. Staan er daar ook al mensen? Jezus, wat is het geld wel waard jongens. Een heel showtje voor de mensen. Even kijken, ik wilde een trekje. Of het is weer de normale, dat zal je zien. De hele zijkant van je haren is weggebrand, man. Ja. Oh, grondbloemen, daar hebben we nog een heel pakje van. Ik wil hem zo weggooien, maar dat lukt niet echt. Stook 6 hier. Rustig! Oh, de beker zal nog wel een vriend in de rij. Ja. Ze moest ons dankbaar zijn, man. En de laatste over. Oké, die rook. Ja, echt hè. Yes. Ja, film hier. Ja, jongen, je kent hoor. Hebben we op het startknopje gedrukt? Oké, de volgende. Helemaal. Disco Flash.
Nou, iedereen weet wel hoe ze zijn, maar weet je wat gewoon lachen is bij deze? Wacht, ik weet wat beter is. Alles tegelijk. We pakken 3 pakjes, want we hebben er 3. Ah. Want ik word helemaal gek van die flits. We maken gewoon even 1 hele mooie van. Dus ik zou zeggen, als wij even deze gaan pakken. Ja, precies. Dan mag jij ze uitpakken. Dat is aan jou, de eer vandaag. Oh. Nummer 1. Ja, niet heel dat pakje gelijk. Hey, we hadden er toch nog 1? Ja, dan moet jij even Vicky erin gooien. Ja, dan moet jij goed filmen. Ja, op je filmen. Ja, kijk, daar komt hij al. Zo, dit... Dat is niet goed, maar man. Dit is wel lauw, man. Hey, dat is niet goed, man. Ja, echt, hè? Ja jongens, helaas, dit jaar geen collectie. Alles, al ons geld gaat uit naar een nieuwe bril. Mooi. Helaas. Oh, wat hadden die anderen moeten doen, man? Oh ja, man. Deze keer ook beter op een hoopje gooien. Ah joh. Stooksessie. Ja, lichtval is wel goed. Nu wordt het wel donker, maar mooi schemertje. Hoe gek is dat? Huh? Ja, man. Op het moment dat het donker wordt, wordt het droog. Echt, jongen. Maar we gaan door. We gaan door. Je gooit ze even achter elkaar, jongen. Ja, maar er zit wel... Ja, dit is wel mooi voor nu, toch? Ja joh. Dus donker. Je zet ze steeds dichterbij joh. Wat? Ja, hey, zo gaat dat jongens. Wil pak je knetterlinten? Kan allemaal. Je zou bijna denken dat we ergens anders zijn. Oeh, een heel pakje hier jongens. Ja? Ja. Oh, kijk uit. Eerst gooien en dan zeggen. En dat was hem alweer. Oh, dat gaat gelijk door. Ze zeggen stook maar. Oh. Waarom heb je die grondbloemen in dat tasje gedaan? Ik? Ja. Zijn maar... heel gek. Ja, jongen, die doen we ook gewoon lekker op een hoofdje. Je stopt nou even. Nou, niet weer bij de hand gaan lopen doen. Ja jongens, we zitten hier weer te zeiken. Het is de hoogste tijd. Zo, die geur. Wow. Dit is wel echt oud en nieuw weer, gewoon altijd regen. Ja, dit is echt zo, echt zo. Echt zo'n typische, ja. Ik zou er wel even een cirkeltje van maken, jongen. Gaan we maar. Maar hou je van vuurwerk met oud en nieuw? Ja, zeker weten. Ik volg jullie ook op YouTube. Dus. Echt? Ja, achter trouwen ja, kijken dit. Ja, had ik gevraagd wie jullie kwamen stoken in pijnlijk hier dus. Oh nou, is uitgekomen man. Ja. Ja. En privé. Mijn zus heeft ook gezegd dat hij vroeger met jullie heeft gevoetbald. Ja, ga maar. Nee joh. Ik ken een baas van vuurwerk, dus ik ga niet. Nou, ik weet niet wat voor tollen dit zijn. Maar de helft blijft gewoon leeg hoor. Ja, maar luister dan. Dus of jij kan geen kringetje bouwen. Ja, dat dus. Kijk hoe die het legt, jongens. Oh. Helemaal geweldig. En nog zijn ze niet allemaal af. Hoe oud ben je? Ongelooflijk. 10? Ja. Oh, dan mag het nog niet, man. Nee, weet ik. Dan mag het niet. Kom jij eens even terug. Nee, je hebt alle 2 mijn aanstekers weer gemaakt. Is het oud en nieuw, word je verplicht om naar de IKEA te gaan om te schuilen, jongens. Ja, dat was voor 2 jaar geleden. Zo, jezus. Wat drama. Oh, shit. Ben je nou?
Film je nog, oude pik? Wat heb je niet? Film je nog, oude... Grondbloemen. Mooi bosje voor je vriendin. Neemt ze me niet aan. Een beetje jammer dit. Ja, jij wilt al... Oh, daar ligt er ook nog. En daar ligt er ook nog heen. Het komt niet op. Het is als paaseieren zoeken. Is er niks bij. Ja, alweer. Jongen. Dat ging echt niet expres, man. Hoe dan? Ja, mensen. Ik hoop dat jullie dit een dikke video vonden. We zijn gewoon even bij de Big Bazaar langs gegaan om te kijken wat ze nog hebben. De tijden komen er weer aan dat je gewoon overal het vuurwerk krijgt. Dus wij gaan ook meer uploaden nu. We gaan eerst even opruimen hier zo. Het is alweer oktober, mensen. Ja, man. De tijd vliegt als een gek. En misschien maken we nog een trip. Wie weet. Wie weet. Jongen. Maar dat hangt van jullie af. Klopt. Dus like deze video. Laat in de comments weten of jullie willen dat wij weer een trip gaan maken. Dus ik zou zeggen, jongens, tot de volgende keer.